Dames en heren, mag ik uw aandacht eventjes namens de activiteitencommissie van WTCE Zaken Sociëteit heet ik u van alle van harte welkom en ook de allerbeste wensen voor 2015. Mag ik een daverend applaus voor professor Eifinger. Het is mij genoeg om hier weer te zijn. De laatste keer, we hadden het erover, wanneer was dat? 2010, hè? Dat is 5 jaar geleden en mensen zeggen ik verander niet. Nou ja, je wordt wel een beetje ouder hoor, je krijgt wel een paar grijze haren. Maar ik hoop dat ik niet qua karakter en ook niet qua uiterlijk te veel veranderd ben. En ik probeer vandaag u inderdaad te onderhouden over financiële repressie. Daar begin ik mee. Wat is het en hoe is dat ontstaan? Het zijn verwarrende tijden. Vanochtend heb ik dit opgeschreven. Toen dacht ik, waar moet ik nou mee beginnen? Met verwarrende tijden. En hoe komt dat nou eigenlijk? Het begint eigenlijk bij twee belangrijke actoren. En dat zijn de centrale banken. De centrale banken die leveren ongelimiteerde liquiditeiten. De balansen van de centrale banken die zijn natuurlijk opgeblazen tot een factor 3 of 4 van, als je het vergelijkt, voor de crisis. Anderzijds hebben we overheden die forse tekorten, forse schulden hebben. Je hebt eigenlijk maar 3 mogelijkheden om je tekorten van de overheid en je staatsschuld te reduceren. Structurele hervormingen leiden tot meer groei. Dus je kunt uit je tekort groeien. Heel belangrijk. Maar voor politici is dat het meest lastige wat er is. Want dan moet je een lange horizon hebben. Als je dat niet doet, dan kom je bij de tweede oplossing. En de tweede oplossing is op een zeker moment bezuinigen. Of belastingen verhogen. Het vervelende is dat bezuinigingen en belastingverhogingen juist negatieve effecten op die groei hebben. Dat wil je eigenlijk niet. En dan het laatste. Dat is natuurlijk, ja, wat is de makkelijkste oplossing? Dat is zorgen dat je inflatie oploopt. En liefst boven de rente. Dan heb je negatieve reële rente. En de overheden, they love it. Dat vinden ze heerlijk. Want dat is natuurlijk dé manier om je schuld te laten wegsmelten. Dat gaat wel natuurlijk ten koste van 1 groep. Want iemand moet het gelag betalen. Dat zijn de spaarders en de beleggers. En vooral de spaarders. Als je gewoon kijkt hoe lang financiële repressies duren, dan kan dat variëren van 10 tot 30 jaar. Als politici moediger zouden zijn, nou is moed een schaars artikel in de politiek, dat weet ik, dan kan dat ook korter duren. Dus het hangt allemaal, het is allemaal geconditioneerd op de politieke bereidheid om belangrijke dossiers op te ruimen. Wat zou eigenlijk mijn oplossing zijn? Hè? Want ik moet ook positief eindigen. Hè? Het belangrijkste daarin is een hervorming van het belastingstelsel. Invoeren van een sociale vlaktax of gewone vlaktax. BTW-tarief is nu 21%, het hoge tarief. Daar valt heel veel in. Ook daar is een kritische grens. Net zoals bij de inkomstenbelasting je nooit boven de 50% moet zitten. Krijg je een soort levercurve effect.
Dus dan ga je de tarieven verhogen, maar je inkomsten nemen af. Kritische grens voor btw-tarief, er zijn ook empirisch onderzoek naar gedaan, 20%. Je moet altijd onder die 20% blijven. 21% is dus al, leidt al tot minder btw-inkomsten. Dus als je uniform tarief hebt, kun je, dat heeft het CPB berekend, naar 70%. Derde punt, wat ik heel belangrijk vind, probeer voor te stellen, overdrachtsbelasting. Het is een rem op arbeidsmobiliteit. Mensen moeten mobiel zijn op de arbeidsmarkt. Als de rendementen op besparingen 1%, 2% zijn, of misschien zelfs 0, dan kan je toch niet een vermogensrendementsheffing baseren op 4% nominaal rendement. Dat kan niet. Dus ik denk dat je daar, het is natuurlijk heel vervelend, want de overheid heeft natuurlijk op de inkomsten wel gerekend, maar dan moet je dus andere middelen vinden. Is het zinvol om de offshoring, dus het terughalen van werk wat nu in Azië of in andere lage lonenlanden gedaan wordt, om dat terug te halen naar Nederland? Het is heel belangrijk om te investeren in hoge toegevoegde waarde. En waarom is dat zo belangrijk? Eindhoven, high-tech, is een mooi voorbeeld. Campflex is een uitzend- en detacheringsbureau. Wij bemiddelen in regionale vakmensen, in de techniek, industrie en in de bouw. Als iedereen met de handen werkt, mbo-niveau en lager. Hoe kijk je tegen de marktontwikkeling aan? De markt wordt voor mij wel steeds flexibeler. Mensen, bedrijven willen een steeds flexibeler schil. En daar springen wij op in door de vakmensen flexibel bij hen in te zetten. Ook al mensen weggezet bij, zoals dat in uitzendkringen denk ik heet, bij collega's hier? Helaas nog niet, maar in 2015 zal dat vast wel gebeuren. Dat gaat zeker gebeuren. Arno Derks, commercieel directeur van Dekkers Autoschade. Je werd in december 2014 overvallen in het bedrijf door Lian van der Boogaard, die plotseling op bezoek kwam. En wat is je toen overkomen? Nou, ze had het wel aangekondigd dat ze kwam, alleen ik... Ze vroegen mij, ben je op de zaak die dinsdag? Ik zei, ja, tot een uur of 11:30 ben ik er zeker. Ze kwam keurig op tijd, 9:45 geloof ik dat het was. Maar ze kwam met een hele cameraploeg. Ik denk, wat komen die in godsnaam doen? Ik denk, die komen een fles wijn brengen of whatever. Maar ja, toen werd verteld van, god, je bent genomineerd en gekozen tot ondernemer van het jaar. Ja, dat was een hele verrassing voor mij. Dat was echt superleuk. Dus je bent ambassadeur van de Zakensociëteit. Je komt trouw op de bijeenkomsten. Wat hou je daar zelf aan over? Ja, wat houden wij daar zelf van over? Ik haal daar best wel de business uit. En wat ik net ook al aangaf, de gunfactor is gewoon heel hoog. En ik probeer zelf ook, als wij iets nodig hebben, kijk ik of er iemand in mijn netwerk zit van de WTC die dienst kan leveren. En zo moet het, vind ik. Oké, heb je nog een aanbeveling voor mensen die misschien ook ooit lid van het jaar willen worden? Lekker actief blijven en echt elkaar de business gunnen. Dan gaat het goed komen.